Vraag jij je wel eens af hoe je helemaal jezelf kunt zijn? Mijn naam is Felix, ik ben hier in mijn praktijkruimte Heideweg. Ik werk hier als hypnotherapeut, coach, counselor. Deze aflevering wil ik samen met jou stilstaan bij 5 kernfuncties van jouw autonome zenuwsysteem en wat die allemaal te maken hebben met helemaal jezelf zijn. Ga je mee? Kijk, de eerste kernfunctie van je autonome zenuwsysteem, dat is sensorische informatie verwerken. En sensorische informatie is informatie die via je zintuigen verwerkt wordt. Denk aan geluidfrequentie, lichtfrequentie of chemische stoffen. Dus alle signalen die je via je zintuigen zo kunt opvangen, via je neus, via je mond, via je oren, via je ogen, via je tastzin, die informatie die wordt via je autonome zenuwsysteem verwerkt, zodat jij, en dan komen we bij de kernfunctie 2, zodat jij een perceptie kunt vormen van de wereld om je heen. En een perceptie is dat je dus je aandacht richt, dat je als het ware een focus legt op datgene wat je hoort, wat je ruikt, wat je proeft, wat je voelt. Dus je sensorische informatie, kernfunctie 1, en je perceptie, kernfunctie 2, zijn 2 belangrijke kernfuncties van je autonome zenuwsysteem. Maar dat zijn niet de enige. Ze werken nog samen met 3 andere functies. En laten we daar eens samen wat dieper op ingaan. Ga je mee? En dat brengt ons bij de derde kernfunctie van je autonome zenuwsysteem. Namelijk emoties, gevoelens. Je autonome zenuwsysteem reguleert continu hoe jij je voelt in je lichaam. En dat merk je met emoties, gevoelens. En op het moment dat jij uit balans raakt, dan voel je dat. Als er iets gebeurt in het leven waardoor jij uit balans bent, dan ontstaat een emotie. Dus emotie is de derde kernfunctie van je autonome zenuwsysteem. En naast emotie heb je nog een 4e kernfunctie. En dat zijn je gedachten. Want als je die percepties vormt, dus je richt je aandacht op iets in de wereld, omdat je via sensorische informatie ruik je iets, hoor je iets, proef je iets. Vervolgens richt je je aandacht erop. Dus je hebt je perceptie gericht op dat stukje van de wereld. Vervolgens voel je iets in je lichaam. En wat je dan voelt en waar je aandacht op richt, dan vorm je een gedachte. En de gedachte is eigenlijk niets anders dan dat je een object vormt in je brein, waarmee jij datgene wat je in de wereld ervaart, vertaalt naar een vorm waardoor jij begrijpt voor jezelf wat het precies betekent. Dus gedachten zijn vormen, zijn objecten die jou helpen om te snappen wat er in de wereld gebeurt. En dan komen we bij de 5e kernfunctie van je autonome zenuwsysteem. En dat is je gedrag. Want uiteindelijk wat je ervaart via je sensorische informatie, via je zintuigen, de perceptie die je dan hebt, dus je blikveld, wat je dan voelt in je lichaam, de gedachten die je daarbij hebt, die vertaalt zich uiteindelijk naar gedrag. Gedrag waarin je voorwaarts gaat, dus je gaat op onderzoek uit, je wordt nieuwsgierig, of gedrag waarbij je je terugtrekt. Of misschien wel gedrag waarbij je jezelf gaat verdedigen. Maar daarmee zijn we er nog niet, want er is nog 1 ding essentieel. En laten we daar nu samen wat dieper op ingaan. Ga je mee? Kijk, want wat betekent het nou eigenlijk om jezelf te zijn? Het voelt als iets om jezelf te zijn. En je autonome zenuwsysteem is de verbinding tussen jou, je lichaam en de wereld buiten jou. En in de wereld buiten jou liggen mogelijkheden. Daar ga je op zoek naar mogelijkheden om in je behoeften te voorzien. En je autonome zenuwsysteem gebruikt bepaalde stofjes, neurotransmitters, om je een bepaald gevoel te geven. Het is alsof je lichaam, alsof je brein jou vertelt: als jij je veilig voelt, dan beloon ik jou met serotonine. Als jij je hecht aan iemand, dan beloon ik jou met oxytocine. En als jij op zoek gaat naar iets, en als je je zoeksysteem activeert, dan beloon ik jou met dopamine. En elk van die neurotransmitters zorgt ervoor dat je je prettig voelt. We noemen het gelukshormonen. Het zijn dus stofjes die jouw autonome zenuwsysteem gebruikt om samen met je brein en je lichaam jou op een bepaalde manier een gevoel te geven, zodat het als iets voelt om jezelf te zijn. En jezelf zijn betekent dus dat jij je prettig voelt in je lichaam. En er zijn bepaalde manieren om je zo te voelen. Het heeft dus alles te maken met dat je veiligheid hebt, dat je je verbindt aan iemand en dat je ook betekenis vindt in het leven, dat je dus op zoek gaat en dat je dus ook nieuwsgierigheid ervaart en dat je dus productief wordt in de wereld, omdat je beloond wordt met dopamine. En daarmee is eigenlijk de cirkel rond. Je autonome zenuwsysteem heeft 5 kernfuncties en die 5 kernfuncties die werken samen met stofjes om jou een gevoel te geven, zodat het als iets voelt om jezelf te zijn. En hoe dat precies voelt, dat kun je ervaren met je autonome zenuwsysteem. Dankjewel voor je aandacht. Vind je dit de moeite waard? Laat het me weten. Wil je een reactie achterlaten? Graag via een reactie bij deze video. Kunt je ook abonneren op het kanaal. En ik hoop je heel graag weer te zien bij een nieuwe aflevering van Tijd met Felix. Dankjewel, dag!